bambu kun je dan buiten dienst gaan en een normale of de Mickey pak. Ik ga het echt in de kant. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Alice Pudivar en Moor. En vandaag is niet met Wim, is met een andere, maar wel met de Miku. En ja, super vet ding. De Miku zelf is gemaakt door Topmods. De skin is dan gemaakt door onder andere Ambulance 61 respond to a for unconscious person. Op GTA 5 mods. At San Andreas Ave. Ja, het is een beetje een fictieve skin. Het is natuurlijk ook een fictieve you Miku. Are in code are red. Hij is onder andere dan gemaakt voor de RPR, voor in de clan. De skin dan. Dus vandaar dat er meteen al alles is omgeskind, of ja, omgeskind, ja, naar Rotterdam. Dus eigenlijk zou het meer een Ambulance 61 Miku, respond to a for vehicle accident. At San Andreas Ave. Limburg zijn. Limburg Zuid bijvoorbeeld. You are in code Y yellow. De meldingen komen binnen, maar ik ga niet alles aannemen, want de Miku doet eigenlijk alleen B-ritten en dan met spoedoverplaatsingen. Maar dat leek me een beetje saai om van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis gaan rijden. Dus we pakken wat B-ritten vanuit de de meldingen. Daar komen ook code blue of code white of zo. Dit is in ieder geval de binnenkant. Au. Ja, ga lekker. Poging 2. De binnenkant, super tof. Dat is eerste video in 2019. Heb ik helemaal niet gemeld. At Strawberry Ave. Oh, we moeten natuurlijk Davis. You are in code are red. En ik, ja, voor mij is het officieel nog geen 2019, maar als jullie kijken natuurlijk wel. Dus ik kan nog niet zeggen of ik al mijn handen nog heb. Ik hoop in ieder geval jullie wel. En ik hoop dat als deze video online komt dat ik ze ook nog heb. Ik ben helemaal niet van het vuurwerk, dus het moet helemaal goed komen. Zit natuurlijk ook een luchthoren op. Die gaan jullie straks horen, want ik heb een super super gave Ambulance 61 respond to a for an abdominal trauma. Zeg dat. At Boulevard del Perro, Rockford Hills. Choose car. You are in code Y yellow. Transport of a patient. Ambulance 61 respond to a for a transport of a patient. At Carcer Way, Rockford Hills. Ja, ik heb dus nu ingesteld tot alle sirenes, tot elk voertuig echt zijn eigen sirene kan. En dat houdt dus ook in tot de brandweerauto gewoon een luchthoren kan, terwijl de ambulance dan gewoon een ambulance sirene kan. Dus dan hoef je nog, ik deed er altijd omrijden, maar dat hoeft dus vanaf niet meer. Nou, het is om de hoek. Dit is geloof ik wel bij het ziekenhuis, dus dat is wel ideaal. Dus dan gaan we van het ziekenhuis naar huis, denk ik. En dat is dan wel jammer. Hij past hier niet in. Oei. Het is eigenlijk eerder van ziekenhuis naar ziekenhuis, wat ik al zei. Meestal is de rit naar het ziekenhuis wel zonder spoed. En vanaf het ziekenhuis richting locatie met spoed. nu is het natuurlijk heel raar als ik iemand naar huis breng met spoed. Zullen we het wel gewoon doen? Ja, we doen het wel gewoon. Snel oranje mee, officieel rood, sorry. En we zullen straks nog even een, er staat een geplande B-rit. En die moet van het ziekenhuis hier naar het ziekenhuis in Sandy Shores. Dus het gaat helemaal goed komen. Dus die gaan we straks ook nog rijden, want die hadden we al gepland staan. Oftewel een echte spoedoverplaatsing. Wel een zwaar zonder slachtoffer. Maar ja, we kunnen hier even mee bezig blijven. Dan kan ik snel even langs. Sorry. Ja. Nou, officieel ligt hij natuurlijk op een intensive care bed. Dat je maar even weet. Dus echt een super groot bed. Met heel veel apparatuur eraan en zo. Stappen of ga je weer uitstappen? Maar nu zie ik zijn ei of zo. Ja. Oh ja, ik moet hem naar een andere
Ja, ik moet hem naar het andere ziekenhuis. Dat is wel super tof. Dan gaan we deze ritten doen. Ik moet nu spoed overplaatsen. Ja, dat is van ziekenhuis naar ziekenhuis, dat is wel leuk. Dat was dus het luchtrol, hoor. En die kun je inzetten wanneer je wilt. Vooral toen we druk kruispunt en als er druk is in het verkeer. Ik durf niet te zeggen hoe het bij het editen klinkt of ik niet meer te verstaan ben door de luchtrol, want er is wel een verschil tussen de twee sirenes. En officieel zou je de normale sirene onder de luchthoren moeten horen. Deze sirene zou je samen met de luchthoren moeten horen. En dat heb ik ook ingesteld. En dat zou, hoe ik alle sirenes installeer, heb ik dat ook gedaan. Maar je hoort hem gewoon echt niet. Dus of hij is gewoon echt, de luchthoren is te hard voor deze sirene en je hoort hem niet. Of er gaat ergens toch iets fout. Maar daar heb ik dus wel echt... Luister. Nou, ik hoor hem niet. En dat was ons eerste transportritje. En hij stapt al uit. Helemaal goed. Top. Dan gaan we nu even kijken of we... Ambulance 61 respond to a for a transport of a patient. Even kijken of we hier een... Carcer Way, Rockford Hills. Nee, moeten we terug zo te zien. You are in code W white. Ik dacht misschien kunnen we vanaf hier ook nog een ritje krijgen. In ieder geval deze rit zou met wat meer haast moeten. Krijgen we door van de meldkamer. Dus deze moeten we met spoed ophalen. En nu kun je wel scheuren met dat ding. Ik vind hem wel echt super vet, de BQ. Alleen de voorkant hier is misschien een beetje raar. Dit tussenstuk zo. Nou ja, of de overgang van de voorkant naar de achterkant. En dat komt misschien wel doordat het dak daar recht omhoog zo schuin oploopt. En in de BQ in Nederland heeft dat niet, meen ik. Ik heb er heel lang een luchthoren aan, besefte ik. Dat je nou echt net tegen mijn micro aan. Zonde. Stap in. Oh,
Hetzelfde rit weer zo te zien. Even kijken. Nee, ik dacht misschien kun je via hier politie escort vragen en zo, maar dat kan helaas niet. Doen we deze rit nog een keer. Nou, we kijken of we nog wat anders kunnen doen. Want dit is precies dezelfde rit, dus dat is ook saai. Ja, we kunnen misschien wel trouwens een andere route pakken, dan maak je het nog wat leuker. Ja, weer via rechts. Gaan we via de snelweg. Snelheid er wat uit, want een scherp bochtje en dan wil je niet achterin alle kanten worden opgegooid. Normaal gaat er natuurlijk ook nog een team van het ziekenhuis mee. Dit is eigenlijk een Mickey wordt meestal bemand door maar een chauffeur. De ambulanceverpleegkundige heeft hier geen taak in. En in Amsterdam heb je echt een dienst waar je alleen maar Mickey chauffeur bent, soms. Dus niet dan je beroep, je bent niet alleen maar Mickey chauffeur, dan ben je dat samen met ambulancechauffeur. En hier in Limburg meen ik dat je gewoon alleen maar of dat je wordt opgepiept dan om met de Mietje dan nog een beetje in te doen. Dus als normale ambu kun je dan buiten dienst gaan en de normale of de Mietje pakken. Maar dat zal ook zijn omdat Amsterdam veel groter is. Hier is de Mietje niet heel vaak inzetbaar. We gaan eens kijken. Of hier nog iets anders hebben. Ambulance 61 respond to a for a vomiting patient with fever. At Imagination CT, Vespucci Canals. You are in code G green. Ja, we gaan met code groen dan. Oh, dat springen we van de dag af. Ja, ik moet hem ook nog gaan verzorgen of wat. Hoi. Oké, kom maar mee. We hebben hem aangesloten op de monitor. We hebben die onderweg bij ons. Of ja, dan kunnen we onderweg een bewaakte rit, zoals elke Mickey rit wel is. Dan gaan we nu naar het ziekenhuis. Normaal doe je dus niet iemand thuis ophalen met de Mickey. Het komt niet vaak voor, het komt wel eens voor. Dat ik een B-rit van het, want hier in Limburg, voor de mensen die hier wonen en het ooit eens gehoord hebben, zijn de ambulancemeldingen niet meer te zien via internet.
Maar via de MiCu-meldingen zijn soms wel nog te zien. En dus, soms zie je ook een B-rit gewoon op een huislocatie. En ja, dan moet je dus echt denken aan extreem dikke mensen of zo, vaak, soms. Is nu onderweg naar het ziekenhuis. Zo, en we zijn aangekomen bij dit ziekenhuis, patiënt afgeleverd. En dan gaan we nu even terug naar de post. En dan zullen we zo meteen onze geplande B-rit wel krijgen. Dus dan zie ik jullie zo weer. Zo, en we zijn inmiddels bij het ziekenhuis. En alles staat al klaar. De dokter gaat mee. De slachtoffer gaat mee. We maken alles klaar voor vertrek. Er even inzetten en we moeten naar het ziekenhuis hier zo en die ligt ergens hier. Als ik daar eenmaal ben, dan vind ik hem zo, dus komt goed. De dokter stapt vooral in. Ik ga een beetje rijden en stapt hij vanzelf voor dan. Ik moet altijd even een plek zoeken om hey, it's me, in te stappen. Zo, top, daar gaan we. Dankjewel Tesla. Nou, ga je nu rijden. Blijven staan.
En nu gaat de weg, lange weg rechtdoor beginnen. Maar niet veel harder dan dit waarschijnlijk. Zeker nu we bergop gaan. Ik ben benieuwd. Maar we gaan wel linkerbaan. Linkerbaan blijven rijden. Nee, Tesla's. Altijd rechts uitwijken, dan moet je maar zoveel mogelijk links gaan rijden. Aan de kant of wat? Weer op Tesla. Ik heb er echt in de kant. Normaal gaan vrachtwagens niet voor je aan de kant, maar auto's toch wel. Ik weet dan niet of die fietsers nou voor mij stopten. Ik heb nog nooit eigen fietser gehad als ik dan eens goed langs zet. Dus ik weet niet of die ook stoppen in GTA of niet. Het waren wielrenners, dus zou je niks verbazen als niet stoppen. En we zijn er. Loco! This city's crazy. Jackass. Oh, you're gonna be sorry. Oh no. He's a shit. My god, no! That was unbelievable. Kom, hey, het is normaal man. Sla je me nou echt gewoon dood? Hallo, jullie zijn mijn bodyguards, doe dan iets. Neppen mensen. Ik geloof dat ze hem ook gaan neppen. Oh, wat wilde hij nou doen? I'll get you. Ja, als hij me één keer slaat ben ik dood hoor. Hey, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden, ondanks dat het een beetje geïmproviseerd was. En ik jullie graag op... Ja, twee dagen heb ik. Bij een nieuwe video zoals altijd. Doei! Video zoals altijd. Doei!